Ik heb natuurlijk met de estafette alle hoogste prijzen gewonnen die ik maar kon winnen. Dus ja, ik zou heel graag individueel op een WK of een Olympische Spelen medaille pakken. Het liefst allebei natuurlijk. En ja, of dat goud is, dat zou heel moeilijk worden. Maar ja, ik ga er natuurlijk wel voor strijden. Maar dat is wel een droom, dat ik een Olympische of een WK medaille kan winnen individueel op een 100 of 200 vrij. Hoe belangrijk is voeding voor jou op dit moment in jouw loopbaan? Ik bedoel, je bent op weg naar grote toernooien. Hoe belangrijk is het? Ja, het is wel voor mij natuurlijk heel erg belangrijk. Maar ik denk dat het voor iedereen in het algemeen heel belangrijk is. Maar ja, wij vragen natuurlijk wel extreem veel van ons lichaam. En het is natuurlijk heel erg goed om die balans te houden. Dus alles wat je kwijtraakt, vocht, eiwitten, koolhydraten. Ja, het is natuurlijk belangrijk dat je dat weer gewoon goed en op het juiste moment aanvult. Als we ervan uitgaan dat vandaag een gemiddelde trainingsdag is, hè? Hoe ziet dan zo'n dag eruit qua training en voeding? Kun je dat een beetje samenvatten? Vandaag is het donderdag en dan trainen we 's ochtends 2 uur. Maar daarvoor hebben we dan een half uur landtraining. En dan 's middags zwemmen we ook nog 2 uur. En dan qua voeding, ja, ik ontbijt meestal een beetje licht. Omdat het bloed moet natuurlijk niet alleen naar je maag, maar moet ook naar je spieren. Dus het is niet fijn als je met een volle maag gaat trainen. Dus ik ontbijt meestal licht. En dat is meestal een beetje yoghurt met muesli en een beetje fruit er doorheen. En dan drink ik tijdens de training wel iets wat koolhydraten bevat. Dus dat heet bij ons, is van Herbalife, heet Prolong. En nou, na de training op de fiets eet ik meestal een appel om de eerste honger een beetje te stillen. En dan als ik thuis ben, dan eet ik 2-3 boterhammen. En dan misschien nog een stuk fruit. En dan ga ik meestal even slapen tussendoor. En als ik wakker word, dan eet ik weer boterham of nog een beetje yoghurt. En dan 's avonds gewoon een warme maaltijd. Met alle, hoe zeg je dat? Ja, groenten, vlees, vis en koolhydraten. Nou, ik hoor koolhydraten in de drank tijdens of na een training. Maar afgezien daarvan is het vrij normaal wat de niet-topsporter ook eet en drinkt. Nou ja, denk het wel. Denk dat we, alleen we hebben bijvoorbeeld na een krachttraining, dan nemen we wel direct daarna een eiwitshake. Omdat je natuurlijk gelijk, hoe sneller je dat aanvult, hoe beter het is. En dat doen we dan ook tijdens de wedstrijden. En dan kun je of zo'n shake nemen of bijvoorbeeld brood met extra kipfilet erop. Maar ja, dat is altijd maar, als het heel warm is, is dat natuurlijk niet zo handig met kipfilet. Dus dan kun je misschien beter een shake nemen. Maar ja, dus daar speel je wel mee en daar heb je een voedingsdeskundige voor die daar een beetje advies in geeft. Ja. Hoe oud was je toen je voor het eerst bewust werd van belang van voeding of gewoon in het algemeen? Hoe oud was je toen je echt dacht van nu ben ik topsporter? Nou, ik weet nog wel heel goed het moment toen ik 19 was, toen verhuisde ik naar Amsterdam om in een nationaal trainingscentrum te trainen. En toen had ik echt die voedingsdeskundige gevraagd van, goh, ja, ik wil fitter worden en ik wil het allemaal nog beter doen. En toen zei hij, ja, dat is goed, dus ik ga met jou mee naar de supermarkt en dan vertel ik jou wat je het beste kunt kiezen en wat het verschil is tussen producten. Bijvoorbeeld, je kunt beter rode saus nemen dan witte saus voor pasta, omdat de rode mager is dan witte saus. En weet je wel, de verschillen tussen de rijst en hoe je de etiketten moet lezen en dat soort dingen. Dus ja, dat was wel interessant. Dat was wel gewoon ook, is ook heel leuk om daar mee bezig te zijn. Ik bedoel, we trainen al die kleine details in het water. En dan je slaapt goed en je doet krachttraining. Je werkt met een fysio. En dan zou je voeding, ja, dat moet op hetzelfde niveau zijn. Dus dat is allemaal meetwerk. Je was dus toen je 19 werd, werd je daar bewust van. Hoe zag het daarvoor eruit dan? Had je bad habits? Nou, niet echt bad habits, maar ik woonde boven het café van mijn vader. En mijn vader die zorgde toen op dat moment alleen voor ons. Dus het was voor hem heel druk. Dus ik at laat en vaak soms gingen we wel eens pizza halen of zo, weet je wel. En dan op een gegeven moment zei ik, ja, dat wil ik eigenlijk niet meer doen. Want ja, het gaat de goede kant op met alles. Dus ik wil niet daarin versloffen. Dus verzaken eigenlijk, ja. Hoe zijn er helemaal geen momenten dat je even af wilt wijken en kan dat dan? En zo ja, hoe doe je dat dan? Dat je even losgaat? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik ben ook gewoon mens en ik hou ook heel erg van chocola bijvoorbeeld. Maar ik ben in het begin was ik heel erg strikt van nee, ik mag geen alcohol, nee, ik mag helemaal niks lekkers en zo. Maar ik denk dat het
nog beter is om een bepaalde balans te vinden. Als ik bijvoorbeeld een avond met goede vrienden of met mijn vriend uit eten ga. En ik drink een glas wijn en ik geniet daar heel erg van. En ik kan lekker ontspannen en ik, ja, weet je wel, je geniet gewoon van je avond. Dan biedt dat meer de volgende dag dan dat ik heel krampachtig heb. Nee, het mag niet. Oké, dus ik neem dat je er niet van geniet, snap je? Dus het is een beetje hun balans. En ik zal echt niet vlak voor wedstrijden wijn gaan drinken bijvoorbeeld. Maar ja, dat komt wel eens voor dat ik gewoon ook ja, en dat ik daar heel erg van geniet. En af en toe dan eet ik ook chocolaatjes of chippies. Nou, dat eet ik niet zo vaak. Maar ja, ik probeer wel zo goed mogelijk alles goed te doen. Maar ik probeer niet de oogkleppen zo strak te zetten dat ik, ja, ik geloof ook niet dat dat zo slecht voor je is. Omdat er ook een soort van, ja, geluksfactor aan zit. Zeker bij de chocola. Femke, nou ben je op, rond je 19e werd je bewust van nu ben ik topsporter en nu ga ik dat ook aanpassen. Waarom zou ik dat niet doen? Dat hoort gewoon als onderdeel van die topsporttaart, zeg maar. Ja. Als je nou naar jongere sporters kijkt, ook hier heb je vast jongere collega's. Moet er dan iets in veranderen en zo ja wat? Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat de bewustwording, zeg maar, die dag dat ik in de supermarkt liep met die voedingsdeskundige, was voor mij heel leerzaam. En er zit ook wel een stuk discipline bij. En het gevaar is wel dat als je jong uit huis gaat, en deze sporters die ik dan zie hier, die zijn nog jonger dan ik, die zijn 16, 17. Is natuurlijk heel moeilijk om voor jezelf echt goed te koken en daar heel consequent in te zijn. En ja, je bent toch jong en je hebt ook er is niemand die op je let. Dus dat is natuurlijk wel, ja, het moet bewustwording zijn en waarom dat goed is. En het moet vooral echt van de sporter zelf uitkomen. Want dan gaat het werken. Ik kan niet tegen de sporter zeggen, ja, je mag dat nooit meer eten. Of je moet dit of moet dat. Diegene moet dat zelf willen. Dat is belangrijk. Wanneer is je volgende grote toernooi? En heb je in relatie daartoe ook een ander voedingspatroon dan? En dan vanaf lang van tevoren tot de dag zelf? Nee, dat gaat wel een beetje zo door. Alleen we hebben bijvoorbeeld vlak voor echt belangrijke wedstrijden. Bijvoorbeeld eind augustus hebben we de Europese kampioenschappen in Berlijn. En dan daarvoor hebben we een fase die heet de taper. En dat is een fase waarin je iets minder traint. En iets minder doet, maar wel veel meer rust. En dan is het belangrijk om dan niet al te veel te gaan eten, zeg maar. Want je moet dan niet zoveel eten als je heel veel traint. Dus, maar dat gaat meestal wel een beetje vanzelf. Want je bouwt dat een beetje af. En dan heb je ook minder honger omdat je minder doet. Maar dat is dan een beetje waar je dan op kunt letten. Maar dat doe je allemaal zelf. Onder begeleiding van een voedingsdeskundige, neem ik aan. Maar bespreek je dat dan ook, net zoals je met je trainer je trainingen bespreekt, met je voedingsdeskundige het eten? Of want je loopt nu al zo lang mee dat je dat best zelf kunt. Nou ja, ik kan dat wel zelf, maar bijvoorbeeld in april hadden we wedstrijden hier in Eindhoven. En dan, dan vraagt Ingrid, onze voedingsdeskundige, van goh, vul voor mij even in hoe je dat gaat aanpakken tijdens wedstrijden. En dat ik het ingevuld en dan kijken we ernaar en dan is het eigenlijk gewoon helemaal goed. En dan, maar zij geeft me wel extra tools van goh, je kunt je kleine dingetjes proberen eens prolong tijdens het inzwemmen, want je eet weinig. Omdat je dat, wat ik net zei, je wil de bloed naar je spieren en niet alle bloed naar je maag. En als je dus die bidon met die koolhydraten drinkt, dan krijg je toch ook tijdens het inzwemmen vloeibaar die koolhydraten binnen. Dus dan hoef je ook niks te eten en dat neemt heel snel op. En dat kun je dan, ja, dat is wel dat soort dingetjes. Kijk, ja, dat weet ik dan natuurlijk niet. En daar heb je dan Ingrid voor. Maar verder, de voeding eromheen, ja, ik weet echt wel wat ik moet eten. En het is ook heel veel logisch nadenken. Ken je mensen in de zwemomgeving dan, topsporters, die hier helemaal geen rekening mee houden eigenlijk? Nou, het is wel grappig, want ik heb 2 jaar in Frankrijk getraind. En ik kwam daar met mijn goede voedingsgedrag in dat team. En tijdens wedstrijden, en dan zag ik ze ontbijten. En als ei met spek en croissant met chocola. En ik dacht echt van wow, dat je daar je wedstrijd op gaat, zeg maar. Dat vond ik wel verbazingwekkend. Maar ze gingen er toch best wel hard op. Maar het, ja, misschien is dat ook cultuurverschil. Ik bedoel, er zijn ook heel veel landen die 2 keer per dag warm eten. En dat doen wij in principe eigenlijk ook nooit. Behalve als we op trainingsstage zijn, dan doen we dat wel. Maar ja, dat is ook een beetje cultuur dus. Ja. Ik denk dat balans, dat een heel belangrijk key is voor jezelf. En dat je dus met discipline, maar niet te.
weet je wel, genieten, maar niet te. Dus het is ja, gewoon het woord balans is heel erg, en dat is ook wel mooi, want balans is ook gelijk de weegschaal. Het mooie is dat die droom, want ik zie je ogen erbij, dat die nog zelden is eigenlijk, of tenminste die is nog net zo krachtig als toen je 19 was. Ja, ja, nou misschien nog wel meer, omdat ik ben in 2007, wonnen wij voor het eerst op de wereldkampioenschappen brons met de estafette. Ja, dat heeft me wel goed aangestoken. Dat vond ik zo, ja, dat je echt in het veld ligt met de allerbeste en dat is gewoon heel erg mooi. En waar ik vooral heel blij mee ben is, kijk, ik heb een talent en daar wil ik iets mee doen en dan, ja, ik ben heel erg blij dat ik dat kan doen. Dus ik wil het ook met volle teugen benutten.